Hoi, mijn naam is Gerard Schuurman en ik sta hier namens Downtown. Hier heb ik van Liptek erbij gepakt. Liptek? Nee, Gnu. Gnu. Dat is de eerste video die ik doe van Gnu sinds Liptek, dus het zit nog een beetje ingepakken. Maar, Gnu. Ja, ik kan wel doorgaan. Ik zat al twijfelen om een nieuwe take te doen, maar we gaan gewoon door. Dit is dus van Gnu, de Headspace. En de Headspace is eigenlijk een bord dat in een vrij korte tijd al wel een goede naam voor zichzelf heeft gemaakt. Ik vind hem zelf ook hartstikke leuk om te boarden. En ze hebben er gewoon best veel mee gedaan. Het is een C3. Dat wil zeggen dat het een camber is. En dat ze niet de camber traditioneel maken, maar ze doen er iets anders mee. Wat ze als het ware doen is, ze laten hem in het midden een heel klein beetje weer naar onder lopen. Dus je krijgt wel de pop in die camber die we willen. Maar je krijgt ook een beetje meer speelsheid als het ware. Op het moment dat je erop gaat staan, komt de nose en de til ietsjes meer omhoog. Ietsjes meer vergevingsgezindheid. Maar wat het ook doet, is als jij een carve inzet, is dit normaal het laatste punt dat grip erbij pakt. Doordat ze die een beetje naar onder hebben laten lopen, pakt hij al vrij snel grip erbij. Dus eigenlijk een camber met nog meer grip als het ware. Helemaal twin natuurlijk, het is wel een parkgericht board. Dus tuurlijk is die gewoon helemaal twin. Links voor, rechts voor, geen getaper. Precies hetzelfde, links voor, rechts voor. Hij krijgt een beetje een medium flex. Zorgt ervoor dat je er veel pop uit kan halen. Hij is zeker goed te pressen, maar ja, een medium flex. Je moet wel een beetje erin gaan hangen natuurlijk. Hij is asymmetrisch gemaakt, het board. En dat zien we hier eigenlijk ook al staan. Er staat hier heel zeer. Dus of je nou links voor, rechts voor rijdt, zoals ik al zei, helemaal twin natuurlijk. Je hakken staan altijd hier. Dat doen ze voor een aantal redenen. Ik ga het even zo laten zien. Dat is iets makkelijker. Heel zeer, dus we staan altijd een beetje duk op dat board. Op die manier. En doordat je eigenlijk daardoor je kracht beter over je toe side edge kan verdelen dan over je heel side edge, hebben ze je een beetje geholpen. Ze hebben de heel side edge radius, dus de draaicirkel van het board, hebben ze ietsjes agressiever gemaakt. En ze hebben in de tenen hebben ze het board stijver gehouden en in de hakken hebben ze hem ietsjes flexibeler gelaten. Omdat in de hakken kunnen we net even wat minder trillingen absorberen. Dus het board helpt jou een beetje met die ongemakkelijke heel side carves altijd. Natuurlijk heeft het board magnet traction. Komt een kleine nies aan. Natuurlijk heeft hij magnet traction. Ja, wat dat is eigenlijk die bobbeling die we hier zien in de staalkant. En wat dat doet is, het geeft jou eigenlijk meer grip op harde plekken op de sneeuw of ijzige plekken op de piste als het ware. Ijzige afzet, ijzige landingen. Dat soort dingen, daar helpt hij gewoon een beetje door jou wat meer grip te geven. Er zit een sintered base onder. En dan moet ik hem weer even zo draaien, anders gaat hij weer onder naar boven. Even tezijde, ik vind het zo'n mooi board altijd. Forrest Bailey, het is natuurlijk een van de boards van Forrest Bailey. Ontwerpt ook zijn eigen boards en dit is gebaseerd op zijn kunstwerken. Echt elk jaar weer zijn ze gewoon vet. 2 jaar geleden had een klein dipje, maar dit jaar is hij weer helemaal terug met super vette print. Ja, ik word er toch altijd wel een beetje enthousiast van. In ieder geval verder over het board zelf. Sintered base. Super snel, super sterk. Zorg dat hij hem goed blijft waksen. Dan blijft hij ook zo snel, blijft hij ook zo sterk. Dat is eigenlijk alles wat ik te zeggen heb over de base. Gewoon een hele goede, snelle base. Dan zit er een UHWM sidewall in. En dat is natuurlijk wel fijn als je wat meer rails gaat rijden bijvoorbeeld. Of als je hem de hele tijd super hard tegen de stelling aanzet als je bier gaat drinken. Maar wat het eigenlijk doet is, het helpt een heel klein beetje met impact absorberen. En als jij een keer een ollie op een box of een rail niet haalt en je ramt je board er een keer tegenaan. Het is niet, je moet het niet doen, maar het helpt een beetje, die sidewall. Vrij zacht, kan indeuken en weer teruggaan naar zijn oude vorm. En minder kans dat de staalkant als het ware meteen breekt. Wat ze ook doen is, hier aan de tip en in de tail zie je eigenlijk dat de staalkant hier stopt. Geen staalkant en hier de staalkant weer oppakt en die loopt er helemaal door. De hele voorkant is ook een en al kunststof. Doen ze om jouw swing weight zo laag mogelijk te houden. Hou je hem lekker wendbaar als je 360 540 gaat doen. Voelt het minder locht aan. Maar wat het ook doet is, als jij hem ergens tegenaan ademt, die noos. Dit is een en al kunststof. Dus het maakt niet heel veel uit. Ja, het kan een lelijke plek worden, maar er kan geen vocht bij het hout komen. En dat zorgt er gewoon voor dat hij langer mee kan gaan. Als we het dan toch hebben over de kern. Het is een original power als het ware. Zoals ze dat bij Liptek dan zouden noemen. Maar het wil inhouden dat hij ongeveer uit 75% Aspen en 25% Polonia hout bestaat, het board. En dat hij in biax en triax fiberglass is ingewikkeld als het ware.
Zorgt er gewoon voor dat je een heel stevig, absoluut niet zwaar, maar vooral heel stevig en lekker poppy board krijgt. Hartstikke geschikt voor iemand die lekker veel tijd in het funpark wil spenderen, maar iemand die ook nog steeds gewoon op de piste wil kunnen spelen. Mocht je meer willen weten over dit board, kom vooral even langs, dan vertellen we er graag meer over. Als dat niet kan, kijk dan op www.downtown.nl. Hier heb ik de GNU Headspace.